Ook wij hebben hierover veel gesproken, ook tijdens de politieke avond afgelopen keer. Formeel voldoet de omroep aan de voorwaarden die gesteld zijn. Ik kan de gevolgen van een negatief advies kan ik op dit moment helaas niet volledig overzien. En daar wil ik eigenlijk een vraag van maken. Stel dat wij een negatief advies zouden geven, wat zijn dan op dat moment nog de consequenties? De doelstelling van de Stichting Nieuwse Omroep is het verzorgen van mediaaanbod bestemd voor de gemeente Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar. En dat was het. Dus geen lingel waard. Wij zullen tegen het voorstel stemmen om de mijn promoveerder in. En ik hoop dat de raad ook datzelfde inzicht heeft. Voor lokale omroep zijn er belangrijke eisen en voorschriften. 1. Het programma bepaalde het orgaan. 2. Dat de lokale omroep voldoende aandacht schenkt aan het eigen verzorgingsgebied en 50% een informatief, cultureel en educatief karakter moet hebben. En nu komt het gericht op de eigen gemeente. Dat betekent dat Lingewaard bij evenredige verdeling slechts 8% van de zendtijd krijgt. Dit is in strijd met de mediawet, die duidelijk zegt dat bij een lokale omroep 50% gericht moet zijn op de eigen gemeente. Voorzitter, die 2 minuten maak ik niet vol. Tijd nadruk is het niet eens met het voorgestelde voorstel door het college. Ik denk dat de heer Arends alle redenen die er zijn om op formele gronden aan te geven dat we deze positieve advisering niet moeten doorzetten heeft genoemd. Dus ik sluit mij heel en al aan bij het betoog van de heer Arends. Ik zou het college willen voorstellen om dat op zich te vragen van de heer Arends dat vervolgens mee te sturen in afwijzing naar de mediawet, over te gaan tot de orde van de dag en aan te zien wat er vervolgens gebeurt. Dank u wel. Als ze de machtiging niet geven, laten we daar even kort op terugkomen. Er zijn 3 mogelijkheden. De Nieuwse Omroeprichting gaat in bezwaar met commissariaat en de media. Als commissariaat zegt, dan wijzen ze hem af. Want de aanvraag is niet voor een lokale omroep, meneer Nijboer, regionale. De mediawet spreekt van 2 mogelijkheden. Als er een aanvraag ingediend wordt voor meerdere gemeenten, dan moet u wel rekening houden met uw afweging dat dan het mediabeleid wat toegespitst is, in dit geval op de gemeente Lingewaard, een klein onderdeel is, en dat klopt volkomen. Ik neem aan dat u het percentage goed uitgerekend heeft, dan krijgen we maar voor 8% aandacht. Dat klopt. Dat is de consequentie van een aanvraag van meerdere gemeenten. Maar zo moet je het, conform de mediawet, wel behandelen. Dan stel ik voor dat we overgaan tot stemming. Wil iemand hier, ja, zal ik in stemming brengen? Wie is voor dit voorstel? Voor het voorstel is 4 personen van Lingewaard nu en 1 persoon in het bruin van lokaal belang Lingewaard. En daarmee is het voorstel afgewezen. Goed, ik ga naar punt 9. Punt 9.